Sebastiaan, Nick en Michiel gisteravond van de voetbaltraining naar huis fietsten, zagen ze rook. Het kwam achter deze kerk vandaan, in Sint-Antonis, het dorp waar ze wonen. We vonden het al heel gek dat de poort dicht was, dus toen deden we hem open, omdat we toch niet wou omfietsen, zeg maar. En toen zagen we vanaf hier al dat er vuur was bij het raam, zeg maar. En dat vonden we wel gek, dus toen gingen we hier even stilstaan om te kijken wat er aan de hand was. En toen zijn we eigenlijk meteen hulp gaan halen bij het café. Want de jongens wilden wel de brandweer bellen, maar alle drie hadden ze geen telefoon bij zich. Toen ging ik met Nick mee, die was alvast naartoe gerend, naar het café Friends daar. En ja, toen hebben zij mij dan eigenlijk gevraagd om water. Sebastiaan bleef bij de brand. Het vuur werd steeds groter en je zag ook het raam zo langzaamaan smelten en er vielen ook stukken af. Ja, toen schrok ik wel. Dat was wel zoals Sebastiaan, ik gewoon heel snel gegaan. Want dan sta je eerst en dan is de vlam ook zo of zo. En dan kom je terug en dan zat dat helemaal tot dat ding, dat dakje. Dus schrok ik wel. Ik was echt bang dat de hele kerk zo meteen in de fik zou vliegen. Maar dat gebeurde dus niet, omdat de jongens zo snel handelden. Ze zorgden voor emmers water om het vuur te blussen. De eerste, de beste die we kregen, zijn we gewoon hier naartoe gerend. Ja, en dat was al wel redelijk genoeg, volgens mij. Volgens de brandweer zijn Sebastiaan, Nick en Michiel alle drie echte helden. Hoe is dat om te horen? Ja, heel bijzonder. Ja, fijn. Ja. Heel goed, eigenlijk. Ja, ja, het is gek dat wij hier gisteren een brandje zagen. En we wisten niet echt wat we ermee moesten en dat we nu gewoon hier voor het jeugdjournaal staan. Dat is wel bijzonder. En wie ook enorm trots is op de jongens, is de burgemeester. Ik kreeg gisteravond laat een appje van de politie. En die zei, dat zijn toffe gasten. Die hebben echt goed gehandeld. We kunnen heel veel praten over een beetje opletten op elkaar en goed zijn voor elkaar. Maar meteen handelen als het nodig is, dat hebben jullie laten zien. Dit hele kleine had afschuwelijk groot kunnen worden. Dus dat hebben jullie perfect gedaan.